Gemeente, ouderen, jongeren, ook gasten in ons midden en luisteraars via internet. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst. Ook in deze dienst gaat voor ons eigen predikant dominee Mulder. Vanmiddag wordt net als vanmorgen het heilig avondmaal gevierd en sluiten we deze viering af met dankzegging. We lezen vanmiddag uit de Bijbel, uit Matthäus 26, de versen 26 tot en met 29. En ook lezen we uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 35. De verkondiging zal vanuit de gelezen gedeelte worden gedaan met als thema de zegen van het heilig avondmaal. De collecte, de bijdrage voor de kerk, kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken op de bankrekening van de kerk. De fysieke collecte deze dienst wordt gehouden voor de slotzang en is bestemd voor diaconale ondersteuning in onze eigen gemeente. De collecte bij het avondmaal is bestemd voor Stichting Steun Reformatie Oostenrijk. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 16 vers 4. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader. Door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 81, het eerste vers. Zing nu blij te moe, het machtig opperwezen, ene lofzang toe. Thank you.
Voordat we de viering van het avondmaal voortzetten, zullen we in het gebed tot de Heere gaan. Zullen we samen bidden. Machtige Heere, trouwe God, opnieuw zoeken wij uw aangezicht. Opnieuw komen we tot u in het kerkgebouw waarin we zijn samengekomen. Vanmorgen mochten we al een dienst uit uw hand ontvangen. En ook nu, Heere, zien we uit naar uw zegen over deze dienst. Ook nu zien we uit naar de krachtige werking van uw geest in onze harten. Om dat sterker te maken wat u bent begonnen. Om dat verder te voltooien wat u bent gestart. Om ons te laten groeien in de genade en kennis van u, onze Heer Jezus Christus. Ja, we zien op naar u, Heere. Ook als we zelf het avondmaal al gevierd hebben vandaag. Heere, geef dat het een goede dienst mag zijn. Waarin we meer onderwijs krijgen over wat het avondmaal betekent. We vragen u ook om uw zegen voor degenen die juist nu vanmiddag het avondmaal hopen te vieren. Geef hen een geopend hart en geef dat de zegen van het avondmaal voor hen tastbaar, ervaarbaar mag zijn. Zegen ons zo, Heren, in deze dienst. Ook als ze misschien jong zijn, niet gerechtigd zijn om het avondmaal deel te nemen. Geef ook dan, Heere, uw zegen. Leid ons en vorm ons. Heer, u kent ons in onze persoonlijke worstelingen, in onze vragen, in onze twijfels. Geef dat we met elkaar onze houvast mogen vinden in u, de Heer Jezus Christus. Wat bent u toch een machtig God. En wat heeft u toch ook een geduld met kleingelovigen, met zondaren. Maar wilt u zo ons uw zegen niet onthouden, hier in de kerk niet, ook niet als we op afstand deze dienst meebeleven. Geef uw zegen ook aan de oppas, aan de parel. Laat het in goede orde verlopen. Zegent u ook onze gaven als we die af mogen zonderen voor uw dienst. In bijzonder ook, Heren, de avondmaalscollecte. Geef dat doel, die steun de reformatie in Oostenrijk, dat die giften van ons mogen bijdragen aan de opbouw van uw koninkrijk daar. Als daar het woord door gebracht mag worden. Als daar door uw kerk gebouwd wordt. Heer, gaat u zo over deze wereld door met uw werk. En beseffen, Heren, dat het avondmaal een maaltijd is voor onderweg. Om verder te kunnen. Op weg naar dat moment dat wij u zullen ontmoeten. Als we zelf sterven. Of als u eenmaal komt op de wolken. Grote God. Tot die tijd wilt u zelf uw kerk bouwen. Doe dat vanmiddag onder ons. Maar we denken ook aan andere kerken in onze omgeving. We denken aan het werk wat gedaan wordt in de poster. We bidden u, Heren, om uw zegen voor al op spontane ontmoetingen, cursusgroepen die er zijn, waar uw woord wordt uitgedeeld, uitgelegd en toegepast. We vragen u, Heren, om uw zegen ook over onze generale synode. Als de opening geweest is, als de eerste zittingsdag heeft plaatsgevonden en als er nu veel commissiewerk gedaan zal kunnen worden. Geef daar uw zegen over, Heren. Geef dat de broeders die afgevaardigd zijn uw geest mogen ervaren hun leven, die hen leidt in de vraagstukken, die hen wijsheid geeft in de dingen die besloten moeten worden. Heren, het is in die zin spannend, maar het is uw kerk. Wilt u dan zelf ook zorg voor dragen? Niet alleen voor de kerk zo in Nederland, maar we denken ook aan landen op grote afstand. We weten ons verbonden met broeders en zusters, Heren. Bemoedigt u ook hen. Houd hen vast bij uw woord. Houd hen vast bij uw genade. Toon hen een God te zijn van nabij. We bidden u ook, Heren, voor de wereld om ons heen waar zoveel gebrokenheid is. Vier de avondmaal in een wereld die ver is van het paradijs. Oorlogen, geruchten van oorlogen, voortdurende conflicten, oneerlijke verdeling van voedsel, rijken die rijker worden, armen die armer worden. Heren, het was er al het begin van de Bijbel. Het is er tot op de dag van vandaag. En het zal er zijn tot u terugkomt. We vragen u of u mensen wilt stilzetten, of u zelf verandering wil brengen in onrecht. Heren, toon uw genade.
Breng mensen tot geloof en bekering. Zegent u mensen die op posten zitten waar ze verantwoordelijkheden dragen. Zegent u mensen die de regering behartigen van ons dorp, maar ook van ons land, van de Europese Unie. Heere, zegent u de vorming van de regering. Wij kijken op naar u. Wilt u uw zegen geven? Wilt u uw koninkrijk bouwen? En geef, Heere, dat er zo geregeerd mag worden dat wij een rustig en stil leven mogen leiden en dat uw woord zijn voortgang mag hebben. Heer onze God, zo kijken we op naar u. Vergeeft u het verkeerde van ons, weer de boze en leid ons door uw geest. Spreek tot ons hart. Wij vragen het niet om iets in ons, maar om Jezus wil. Amen. Ik wil graag met u het korte formulier lezen voor de bediening van het heiligavondmaal. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, hoor hoe onze heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. Hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Omdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. Daarom onderzoeken zich ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonden, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeven zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. En onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naaste te dienen. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, ontvangen. Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen wij dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. En vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heeren gaan mag, dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heer Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven. En voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt. Omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden, wij bidden u dat uw Heilige Geest mogen bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven
en dat Hij in ons leeft en wij in Hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of u zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij onze heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Heere uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heer Jezus Christus. Amen. Blijden we samen ons geloof. Blijdt u het in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu met elkaar zingen. Dat doen we uit Psalm 123, het eerste vers. En bij het naspel zijn degenen die nog geen avondmaal hebben gevierd vanmorgen en die wel het avondmaal willen vieren vanmiddag, genodigd om naar voren te komen hier, de voorste stoelen, om met elkaar de dood van de Heere te verkondigen.
Opdat wij dan met het ware hemelse brood, Christus, gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarin wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen, door de werking van de Heilige Geest, zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood zal nu uitgereikt worden op de schalen. Pakt u er een stukje van, houdt u het bij u en als ik dan de instellingswoorden heb uitgesproken, kunt u het gezamenlijk tegelijkertijd tot u nemen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De wijn zal nu uitgedeeld worden, dat is dus op schalen met cupjes. En de gekleurde cupjes, daar zit druivensap in. De schalen ontvangen, als je die in je handen krijgt, geef die eerst door aan iemand anders. En die ander houdt hem dan vast en dan pak je het cupje ervan af. Dus als je de schaal ontvangt van degene voor je, dan hou je hem nog even stil, zodat diegene nog even het cupje eraf kan halen. En geef hem dan door.
De drinkbeker der dankzegging, waarmee wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen. Gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Geliefden in de Heere, hier vooraan, maar u als gemeente, omdat de Heere onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn hart: loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar zingen. En na het zingen mag u weer terug naar uw eigen zitplaats. Dan kunt u de lege cupjes deponeren in de daarvoor bestemde bakken. En bent u in de gelegenheid om eventueel een dankoffer aan de Heere te geven in de daarvoor bestemde collectezakken. Zingen we nu met elkaar Psalm 22, vers 13 en vers 14.
Zullen we samen danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enig geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. We danken u dat u ons een waarachtig geloof geeft, waardoor we deel krijgen aan de weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan uw geliefde Zoon, Jezus Christus, het heilig avondmaal laten instellen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, omdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en de zalige gemeenschap met Christus. En we danken u, Heren, als we avondmaal mochten vieren vanmorgen of vanmiddag. Als het voor het eerst was, of misschien al voor de zoveelste keer. We danken u voor wat u ons daarin gegeven hebt. Wees u dan ook de naprediker. Gaat u met ons mee. Zegen ons als we graag hadden gewild. En het kon niet vandaag, vanwege gezondheid of andere omstandigheden. Zegen ons ook dan en geef dat het een volgende keer anders mag zijn. Heer onze God, we vragen u zo ook om uw zegen over het verdere verloop van de dienst. Zegen het als we samen uw woord lezen, als we ook een artikel lezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Heer, geef dat de lezing daarvan en de verkondiging tot zegen voor de gemeente mag zijn. Ja, dat bidden wij u. Niet om iets in onszelf, maar in de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En jongens en meisjes, vandaag vieren we dus het heilig avondmaal. Ik heb geen plaatje bij me vanmiddag, maar jullie hebben vandaag heel veel mogen zien. En je zou kunnen zeggen dat je aan je ouders mag vragen, waarom vieren we nou dat heilig avondmaal? Waarom doen we dat? Nou, dat is allereerst omdat de Heer Jezus dat nodig vindt. De Heer Jezus vindt dat belangrijk en omdat Hij het belangrijk vindt, daarom doen we dat. Maar ook omdat het voor onszelf belangrijk is. Als voeding voor onderweg, wat ons bepaalt bij wat nou echt belangrijk is. En we gaan nu een stukje lezen uit de Bijbel waarin de Heer Jezus het avondmaal instelt. Het is een korte schriftlezing vanmiddag, omdat het ook een lang artikel is daarna uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In overleg met Dominee van der Ree haal ik artikel 35 naar voren. De artikel 33 en 34 komen op een later moment. Maar we lezen nu Matteüs 26, vers 26 tot en met 29. Vervolgens artikel 35 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En terwijl zij aten, de Heer Jezus met zijn discipelen dus, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Zo van Matteüs 26, gaan we naar de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we lezen dat lange artikel in zijn geheel. Vervolgens zingen we ter inleiding op de verkondiging, vers 3 van Psalm 36. Psalm 36, vers 3. Wij geloven en belijden dat onze Heiland, Jezus Christus, het sacrament van het heilig avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degene die hij reeds deed wedergeboren worden
en in zijn huisgezin, dat is zijn kerk, heeft ingelijfd. Nu hebben zij die wedergeboren zijn, tweeënlei leven in zich. Het ene is lichamelijk en tijdig. Zij hebben het van hun eerste geboorte meegebracht en het is aan alle mensen gemeen. Het andere is geestelijk en hemels. Het wordt hun gegeven in de tweede geboorte, die geschiedt door het woord van het evangelie in de gemeenschap met het lichaam van Christus. Dit leven is niet aan alle gemeen, maar alleen de uitverkorenen van God bezitten het. Zo heeft God ons, tot instandhouding van het lichamelijke en aardse leven, aards en gewoon brood verordend, dat daartoe dienstig is en aan allen gemeenschappelijk, zoals het leven zelf. Maar om het geestelijke en hemelse leven dat de gelovigen bezitten in stand te houden, heeft hij hun een levend brood gezonden, dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, die het geestelijke leven van de gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten wordt. Dat is geestelijk toegeëigend en aangenomen door het geloof. Om ons dit geestelijke en hemelse brood af te beelden, heeft Christus een aards en zichtbaar brood verordend als sacrament van zijn lichaam en de wijn als sacrament van zijn bloed. Hij betuigt ons hiermee, zo waarlijk als wij het sacrament ontvangen en in onze handen houden en het eten en drinken met onze mond, waarmee ons leven in stand gehouden wordt, zo waarlijk ontvangen wij door het geloof, dat de hand en mond van onze ziel is, in onze zielen het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige heiland, tot ons geestelijke leven. Nu is het zeker en buiten twijfel dat Jezus Christus ons zijn sacramenten niet voor niets heeft verordend. Zo werkt hij dan in ons alles wat hij ons door deze heilige tekenen voor ogen stelt. Hoewel de wijze waarop dit geschiedt ons verstand te boven gaat en voor ons ondoorgrondelijk is. Evenals de werking van de Heilige Geest verborgen en ondoorgrondelijk is. Toch vergissen wij ons niet als wij zeggen dat wat door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijke lichaam en het eigen bloed van Christus is, maar de wijze waarop wij deze nuttigen is niet met de mond, maar geestelijk, door het geloof. Aldus blijft Jezus Christus altijd gezeten aan de rechterhand van God, zijn Vader in de hemelen, en doet ons niettemin aan zich deel hebben door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke dis, waaraan Christus ons deelgeeft aan zichzelf met al zijn schatten en gaven en ons zowel zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en sterven doet genieten. Hij voedt, sterkt en troost onze arme, troosteloze ziel door het eten van zijn vlees en verkwikt haar door het drinken van zijn bloed. Voorts, hoewel de sacramenten met de zaken waarvan zij een teken zijn bijeen behoren, worden toch niet beide door allen ontvangen. De goddeloze neemt wel het sacrament tot zijn veroordeling, maar ontvangt niet de waarheid van het sacrament. Evenals Judas en Simon de tovenaar beide wel het sacrament kregen, maar niet Christus, die erdoor voorgesteld wordt. Hij wordt het deel van de gelovigen alleen. Ten slotte, wij ontvangen het heilig sacrament in de vergadering van het volk van God met ootmoed en eerbied, terwijl wij met dankzegging een heilige gedachtenis aan de dood van Christus, onze heiland, vieren en daarbij belijdenis doen van ons geloof en van de christelijke godsdienst. Daarom behoort niemand daar te komen zonder zichzelf eerst op de rechte wijze beproefd te hebben, opdat hij, als hij eet van dit brood en drinkt uit deze beker, niet tot zijn eigen oordeel eet en drinkt. Kort uitgedrukt, wij worden door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naasten. Daarom verwerpen wij alle toevoegsels en veroordelenswaardige bedenksels die de mensen in de sacramenten aangebracht en ermee vermengd hebben, als ontheiligingen daarvan. En wij verklaren dat men zich tevreden moet stellen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en dat men daarvan moet spreken zoals zij ervan gesproken hebben. Tot zover.
Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Dat en wat er verder volgt uit Psalm 40, vers 5 en 8, zingen we naar de verkondiging. Dus Psalm 40, het vijfde en ook het achtste vers zingen we naar de verkondiging. Het thema voor de preek is de zegen van het heilig avondmaal. Ik heb het in drieën geknipt. Ervoor, tijdens en erna. Dus in de voorbereiding, tijdens de viering, maar ook daarna. En er zullen verschillende keren dingen gedeelten geciteerd worden uit het artikel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u hier vanmiddag en u als u op afstand verbonden bent. Ik las het volgende op een website. Mensen die dagelijks bewegen en regelmatig sporten, hebben doorgaans een betere gezondheid, meer energie, minder stress en een verminderde kans op ziektes. Zou je ook kunnen zeggen, mensen die dagelijks Bijbel lezen en regelmatig bewust met het geloof bezig zijn, hebben doorgaans een betere geestelijke gezondheid, meer christelijke energie, minder geloofsstress en een verminderde kans op geloofsziektes. Misschien wat apart verwoord, maar ik denk dat u het wel zou beamen, toch? Want ja, als het dan gaat over je lichaam, dan snappen we dat, toch? Goede voeding, goed drinken, goed bewegen, nou ja, je laat er dingen voor, je doet dingen heel bewust, dat zorgt gewoon voor een betere gezondheid. Maar ja, de praktijk. Wat als je geblesseerd raakt tijdens een sport? Of wat als het gewoon druk is? Als je hoofd gewoon vol is en je weet, ja, eigenlijk zou ik nu moeten gaan sporten, maar even zitten op de bank met die zak chips, dat is toch wel, ja, misschien niet zo handig, maar ja. En hoe werkt dat in het geloofsleven? Natuurlijk, goede voeding, ermee bezig zijn, structuur daarin, prachtig. Maar ja, in de praktijk kan dat soms ook een zoektocht zijn, toch? Als je al die ballen hoog te houden hebt in je leven en je agenda vol zit, tja, hoe makkelijk word je niet afgeleid? En hoe makkelijk komt de klad er niet in? Wat als je tot Pinksteren belijdeniscategorisatie hebt gevolgd? Je hebt belijdenis gedaan en nu via avondmaal. Ja, en dan zomervakantie, geen stok achter de deur en dan het nieuwe seizoen. Tja. Nou, wat een zegen dat we vandaag het heilige avondmaal mogen vieren met elkaar. Dat we vandaag als het ware een stukje geloofsoefening mogen hebben. Een stukje geloofstraining. Om geestelijk gezond te zijn en te blijven. Om samen te beseffen waar het nou werkelijk om gaat. Kijk, dat beeld dat ik nu gebruik in de inleiding, dat komt gewoon uit het artikel. We hebben het net gelezen. Want we hebben net gelezen, zo heeft God ons tot instandhouding van het lichamelijke en aardse leven ons aards en gewoon brood verordend. Nou, heel logisch. Om je lichaam te onderhouden heeft God dat gegeven. Maar om het geestelijk leven in stand te houden, heeft hij een levend brood gezonden. Jezus Christus. Dit geestelijke brood wordt uitgebeeld in het sacrament van brood en de wijn. God geeft ons dat tot voeding. En laten we dan vanmiddag eens reflecteren daarop. Als God ons dit aanreikt, als het tot ons geestelijke heil is, ja, hoe gaan wij er dan mee om? En dan beginnen we maar ervoor. Misschien voelt dat een beetje vreemd vanmiddag. Vanmorgen de avondmaal gevierd, net nog voortzetting. En dan nu naar ervoor. Nou ja, eigenlijk zijn we alweer bezig met de voorbereiding, toch? Zou je kunnen zeggen? Als je dan denkt aan de volgende keer, dat is 22 september. En de zomervakantie zit ertussen. Hoe zou u zich willen voorbereiden op dat heilige avondmaal van 22 september? Zou u zich op dezelfde manier willen voorbereiden als u gedaan heeft voor vandaag?
Want het zou zomaar kunnen zijn dat u dit bij deze keer dacht, het was wel magertjes. Hoe zou je eraan willen veranderen dan? Of wat als je zegt, was het vandaag een zegen, wat een voorrecht dat de Heer ons zo genodigd heeft. En wat heb ik ervan mogen genieten? Ik ben bang dat ik het kwijtraak. Ja, hoe kun je dat dan vasthouden? Nou, het begint dus bij de zegen dat God zelf in de Heer Jezus dit aan ons geeft. En dan is het wat mij betreft ook altijd goed om te beseffen op welk moment hij dat deed. Vlak voor het naar een hoogtepunt gaat. Ja, of naar een dieptepunt zou je kunnen zeggen. Dat het ontzettend zwaar wordt en diep. Vlak voor hij verloochend wordt door één van diegenen aan tafel. Vlak voor hij verraden wordt. Vlak voor ze hem allemaal zullen verlaten. Terwijl ze allemaal druk zijn met wie de meeste is. En de Heer Jezus weet, ik ga straks Gethsemane in. Ik ga daar bloed zweten. En ik word daar gevangen genomen. En ik ga daarna naar Gabbata. En ik ga naar Golgotha. En ik ga mijn leven geven. Ik ga de dood in voor deze mensen. Vlak daarvoor zegt de Heer Jezus, neem, eet, dit is mijn lichaam. Voed je hiermee. Drink allen eruit. Dit is mijn bloed. Je mag daar in zijn hartelijke liefde, zijn genadige trouw proeven. Zijn overstelpende goedheid. Voor zondaren. Voeding voor onderweg. Voor ons dus belangrijk om het serieus te nemen. En daarom ook wel een vraag. Wat als u vandaag in de kerk zit, of u kijkt mee en u bent gerechtigd om het avondmaal te vieren, maar u vierde het niet. Waarom vierde u het niet? Wat is de reden daarvoor? En wat is dan nodig om het een volgende keer anders te laten zijn? Want het kan toch niet zo zijn dat u nu bepaalde redenen aanwendt en de volgende keer precies dezelfde redenen en u doet er niks aan tussendoor? Dat kan toch niet? Ja, misschien zegt iemand, ja, maar de Heer Jezus heeft zijn avondmaal toch ingesteld voor de gelovigen. En dan moet je dus wel geloof hebben en ook waar geloof heb ik geleerd. Ja, we lazen het toch net. We geloven en belijden dat onze heiland Jezus Christus het sacrament van het heilige avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden. Ja, wie dan? Degene die reeds wedergeboren worden in zijn huisgezin. Oké, heb ik dat? Nou, als je dat niet gelooft, als je niet gelooft dat de Heer Jezus je verlosser is, dan is dat de grootste zonde. Dan is ongeloof is de grootste zonde. En je kunt misschien denken aan allerlei andere dingen waar je mee te worstelen hebt, boezemzonden wellicht, dingen die je aanklagen, waar je mee te strijden hebt. Je kunt er allemaal aan denken. Maar toch. De Heer Jezus zegt niet dat het avondmaal is voor mensen die alleen maar een sterk geloof hebben, met een volwassen geloof, die al veel van hem hebben ontvangen. Misschien heeft hij wel een klein geloof. Dat maar klein is en zwak. Maar toch, als je dan een klein en zwak geloof hebt, waarom zou je dan niet aangespoord mogen worden door het woord om je voor te bereiden, opdat je een volgende keer tot voeding van je zwakke geloof toch dit neemt. Ja, maar hoe weet ik of ik een echt geloof heb? Nou ja, we hebben net ook gelezen van mensen die aan tafel kunnen zitten, die toch ongelovig kunnen zijn. Guido de Bredi heeft het over Judas, die Jezus verraden. En hij benoemt in het artikel ook Simon de Tovenaar, die zogenaamd Jezus volgde, maar die dacht, ik kan van Petrus misschien wel de gave van de Heilige Geest kopen. Beiden waren onoprecht. Geestelijke toneelspelers. Ja, heftig als wij toneel hebben gespeeld vandaag. Heftig als je ja maar gegaan bent, want ja, wat zouden ze anders zeggen? Maar hoe weet je of je een oprecht geloof hebt? Nou, als dat een vraag is van iemand, misschien wel van een jongere, hoe weet ik of het nou oprecht is bij mij? Dan hoop ik dat het ook een oprechte vraag is. Want soms worden dat soort vragen ook gesteld om je maar achter te verschuilen. Ja, hoe weet ik of het oprecht is bij mij?
En dat je er niet mee bezig bent, maar je erachter verschuilt. Nee, wat het woord van God dan zegt is, doe zelf onderzoek. 2 Korinthe 13 vers 5, dan schrijft Paulus, onderzoek uzelf of u wel in het geloof bent. Beproef uzelf. Psalm 139 schrijft David, Heere, doorgrond mij. Ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Ja, als het gaat over de voorbereiding, om werkelijk gevoed te worden, is het belangrijk om ons voor te bereiden. Ja, en dan wijst het formulier ons een goede weg. Die drie elementen betrek ik er daarom ook vanmiddag weer graag bij. Dat je in de voorbereiding je eigen zonden van het verleden en het heden mag overdenken. Zonde is dus dat wat niet hoort bij de Heer Jezus. Zonde is wat hoort bij het oude leven. Zonde is dat wat hoort bij het leven zonder God, het leven bij Hem vandaan, het leven op weg naar de eeuwige ondergang. Bedenk je eigen zonde. En ik denk dat dat voor ons iets heilzaams kan zijn. Want weet u nog, weet ik nog, wat zonde is? Kijk, vroeger als je bijvoorbeeld iets wilde zien wat niet goed was, als ik het zo mag zeggen, dan kon je een blaadje kopen en dan was het heel spannend en ergens achterin, dan kon je toch iets zien. Want tegenwoordig zit alles in je broekzak. De eerste keer is het nog spannend en schaam je. De tiende keer al minder. De honderdste keer is het eigenlijk zonder schaamte. En de 101ste keer, ja, het is toch gewoon, want iedereen doet het. Bedenk je zonde. Moet de Heer Jezus misschien tegen iemand vanmiddag zeggen, besef je wel dat dat wat je gewoon bent gaan vinden, want zo ben je nou eenmaal, besef je wel dat ik daarvoor aan het kruis moest? Besef je dat? Mag zelfbeproeving dan ook iets zijn om ons geweten aan te wakkeren? Dat we weer beseffen waarom we de Heer Jezus nodig hebben. Vanwege mijn zonde. Dat je geweten spreekt. Oh ja, dat was het ook. Maar ook, dat niet alleen, want anders word je alleen maar teruggeworpen op je eigen zondigheid. Maar ook dat je Gods vaste en zekere belofte gelooft. Nee, het gaat niet om ons zekere geloof, maar om ons Gods zekere belofte. De belofte dat ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt, heeft. Dat is wat de Heere zegt. In Hem ligt zekerheid. En als je dan vraagt, kan het voor mij? Het kan alleen maar door Hem. En dan is het voor ons ook een spiegel. Waar hebben wij eigenlijk de Heer Jezus voor nodig? Als u dan de 22e van september het avondmaal wilt vieren, waar heeft u hem voor nodig? Kijk, het is goed dat u de Heer Jezus nodig heeft voor genezing, als er sprake is van ziekte. Het is goed dat u de Heer Jezus nodig heeft voor troost als u verdriet heeft. Voor hulp in moeite, voor bijstand in eenzaamheid. Maar het avondmaal laat ons zien dat de Heer Jezus vooral in de eerste plaats kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ja, het is mooi als je de Heer Jezus om hulp vraagt. Als je examen gaat doen. Maar mag Hij ook degene zijn die je verlost. Die je redt. Hij is het Lam van God. Wat gekomen is tot verzoening van de zonde. Als wij ons voorbereiden. Een volgende keer is dat goed om vast te houden. Waarom geloof ik in Hem? Waarom heb ik Hem nodig? En dan het derde, ben ik bereid om te dienen. Ben ik bereid om God te dienen? Maar ben ik ook vooral bereid om elkaar te dienen. Als je dan aan het avondmaal gaat, dan kan het dus niet zo dat er iets tussen jou en die ander zit. Dat je iets maar in stand houdt, een ruzie. Dat scheve verhoudingen, dat je die gewoon in de hand houdt. Dat kan niet, zegt 1 Korinthe 11. In die situatie is het zo dat er scheve verhoudingen zijn tussen rijk en arm. Vriendjespolitiek, wordt geen rekening gehouden met elkaar. En dan schrijft Paulus, zo viert u het onwaardig. Dus niet dat je onwaardig bent in jezelf, want dat ben je. Dat is het eerste stukje van de zelfonderzoek.
Maar je viert het onwaardig als je terwijl je ruzie hebt aan tafel gaat. Dus als er dingen spelen, dan heeft u nog tot 22 september. Want anders eet en drinkt u uzelf een oordeel. Niet het oordeel, maar wel een oordeel. De Heer zal er op de een of andere manier op terugkomen en zijn afkeuring laten blijken. Zo is het goed. Om zoals je aan tafel gaat, dat je zegt de tafel moet gedekt worden, handen was, dat je je voorbereidt zodat je de maaltijd met elkaar kunt hebben. Zo is het goed dat er een stukje voorbereiding is. Waarom? Zodat die maaltijd ook echt tot zijn recht komt. Dat die maaltijd niet iets is van, oh, doen we ook nog even. Maar juist omdat dat God het geeft als grote zegen, dat we zeggen, Heer, dit is voor ons van waarde, daarom willen we ons voorbereiden. Opdat we des te meer gevoed en gesterkt mogen worden. Ja, en zo hoop ik dat u het ervaren hebt tijdens de viering, tijdens deze zondag. En dan zijn we dus bij het tweede punt van de preek. En dan lezen we in artikel 35, zo ongeveer op 1/3. Zo waarlijk als wij het sacrament ontvangen en in onze handen houden en het eten en drinken met onze mond, waarmee ons leven in stand gehouden wordt, zo waarlijk ontvangen wij door het geloof in onze zielen het ware lichaam en het ware bloed van Christus tot ons geestelijke leven. Zo zeker dus, als ik het ontvang, maak het maar even concreet. Heeft u nog dat beeld voor u dat u het brood vast had? De wijn. Zo zeker als ik dat in mijn handen had, zo zeker als ik het in mijn mond stopte en doorslikte, zo zeker voedde God mij geestelijk, in mijn ziel. Ja, maar moet ik dat dan voelen tijdens de avondmaal? Ja, misschien heb je vandaag al voor de eerste keer de avondmaal gevierd. Ja, wat heb je ervaren? Misschien was het wel veel spanning naar voren lopen, die schaal vasthouden. En wat zullen de mensen zeggen? Misschien kwam je hart er heel erg in mee. Verwondering. Maar moet je een speciaal gevoel hebben? Moeten? Nee. Je moet niet een speciaal gevoel hebben. Het kan wel. Dat je hart erin meekomt. Dat je verwonderd en berouw hebt, maar ook tegelijkertijd verheugd bent. Maar moet je een speciaal gevoel hebben? Nee. Maar zo zeker als het in je mond is, zo zeker voedt de Heer ons geestelijk. Ja, zegt artikel 35, zo werkt Hij in ons alles wat we met onze ogen kunnen zien, hoewel het ons verstand te boven gaat en ondoorgrondelijk is. Toch is het zo. Ja, dit is voor ons te hoog, het gaat ons verstand te boven. Ja, en het is voor ons niet te doorgronden, het gaat nog dieper. Hoe zit dat dan, dat ik dat brood neem, gebeurt er dan iets magisch? Je kunt er de vinger niet helemaal achter leggen. En toch voedt God ons. Ja, zegt iemand, ik ga nu al jaren aan het avondmaal. En soms ervaar ik dat ook. Dan is het alsof ik gedragen word naar de tafel. Dan is het alsof de Heer Jezus zelf het me aanreikt. Dan gaat mijn hart springt hoog op in mij. En dan is de Heer zo nabij. En soms ga ik aan het avondmaal en dan ga ik gehoorzaam. Dan is het alsof ik geroepen word voor de maaltijd. Het is etenstijd en ik eet maar ik trek heb ik niet. Ja. Wat is dat? Nou ja, het kan soms zijn dat je dor en droog bent van jezelf. Of dat je te veel volgestopt hebt met andere dingen, waardoor er geen ruimte meer is. Maar het kan ook iets te maken hebben met je karakter, met de omstandigheden. Maar hoe je dan het avondmaal ook viert, of je hart er nou helemaal in meekomt, of dat je in gehoorzaamheid er zit en misschien weinig voelt, laat het in ieder geval dit woord hebben. Oprecht. Oprecht voor God. Oprechtheid. Want het gevaar bestaat dat als je bijvoorbeeld van mensen gehoord hebt die dan iets ervaren aan het avondmaal, je hebt het niet, dat je dan in je gevoel jezelf dan maar wat omhoog brengt.
emotioneel verder brengt, een bepaald gevoel oproept. Ja, werkt dat? Nee, wees maar gewoon oprecht. Eerlijk, Heere, dit is wie ik ben. En de ene keer mag ik er zo vol van zijn en uw nabijheid zo sterk ervaren. Zou dat weer willen geven, maar als dat niet zo is, dan wil ik ook nu in gehoorzaamheid gaan en geloof ik dat wat u zegt waar is. Wees oprecht en verwacht het echt van hem, want hij is de gastheer. Niet de gasten bepalen hoe het gaat, maar de gastheer deelt uit. Aan u, jou en mij persoonlijk, maar ook gezamenlijk. Want avondmaal vier je met elkaar. Het heilige avondmaal is een maaltijd. In de Bijbel is een maaltijd altijd iets van ontmoeting, van verbinding. Een maaltijd is iets van gemeenschap hebben met elkaar. Meer dan even de maaltijd delen, het is je deelt je leven. En een maaltijd is in de Bijbel, denk aan afgelopen woensdag, bezinningsuur. Met Jesaja 25 is een maaltijd een beeld van het heil wat overvloedig tot ons komt. Die maaltijden is dus een prachtig beeld in de Bijbel. En de Heer Jezus die stelt dit in bij het Joodse Pascha. De maaltijd bij uitstek, waarbij je nou juist de gemeenschap met elkaar ervaart bij de bevrijding uit Egypte, maakt de Heer Jezus de opdracht openbaar. Doe dit tot mijn gedachtenis. Heb daarin gemeenschap met mij en met elkaar. En zo is het de gastheer die zegt, ik weet, discipelen, ik weet, ouderen en jongeren, dat jullie dit nodig hebben. Je zou kunnen zeggen dat het avondmaal dat zijn laatste wilsbeschikking is. Zijn laatste opdracht. Hij vindt dit belangrijk voor ons. En ja, als je de Heere dan laat staan, wat doet dat met de gastheer? Als je het avondmaal maar een beetje langs je heen laat gaan. De gastheer nodigt ons. Om je te versterken, om samen op te trekken en samen daarbij stil te staan. Maar als je het overboord gooit of er weinig aan doet. Tja, er kunnen natuurlijk alle gedachten leven bij ons. Heb ik het wel goed gedaan? Of als het dan zo ligt, dan kan ik maar beter. Laat ik ons de veilige kant maar kiezen en geen avondmaal vieren, want dan bezondig ik me ook niet. Er kunnen allerlei redeneringen bij ons bovenkomen. Maar heel vaak is het zo dat die redeneringen niet voortkomen uit geloof, maar eerder uit ongeloof. Ze komen niet bij de Heere vandaan, maar ergens anders vandaan. De Heer Jezus, hij zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Neem nou van het brood en laat dan daardoor jouw leven gestempeld worden door mijn sterven. Laat jouw leven gevormd worden door zijn offer. Laat ons leven gestempeld worden door wat hij gedaan heeft. Gedachtenis, gedenken, helemaal bepaald worden door. En als u aan de tafel geweest bent, dan heeft u daarmee de Heer Jezus geëerd. Dan heeft u daarmee hem in zijn borgwerk geëerd. Heeft u daarmee laten zien, ik hoop met uw hoofd, met uw hart en met uw handen. Heere, dat brood, zoals de graankorrels vermalen moesten worden om dit brood te krijgen, zo wil ik u eren dat uw lichaam verbroken is, gemalen is, om mij geestelijk voedsel te geven. Ik wil u eren dat u dat gedaan heeft. Zoals die wijn, waardoor vele druiven geplet moesten worden, zo bent u geplet. Ik wil u eren in wat u daarin gedaan heeft. Zo wil hij ons versterken. Het mag tot verzekering zijn. Misschien vliegt de twijfel u soms aan. Is het wel waar? Maar dan was daar de gastheer vandaag. En die kijkt ons vanmiddag aan en die zegt, kijk nog niet naar jezelf. Zo zeker als je dat brood had. En die wijn. Zo zeker bevestig mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Laat dan je hele leven gestempeld worden door mijn offer.
Ja, zullen we daar ook naar verlangen? En er wordt hier het beeld gebruikt in het artikel van wedergeboren zijn. Nou, dat is opnieuw geboren. Nou zegt de Bijbel dat we als pasgeboren kinderen mogen verlangen naar de redelijke en onvervalste melk van het woord. Met andere woorden, smaakt het misschien naar meer. Heeft u gezegd, ik heb hiervan geproefd. Ja, dit is heerlijk. Dit wil ik vasthouden. Dit mag mijn leven stempelen. Voedt u dan. Omdat u niet 22 september met schaamte moet zeggen, ik heb het overboord gegooid. Ik heb het losgelaten. Nee, laten we zien op de Heere. En het avondmaal op waarde schatten. Ja, en dan zijn er nog heel veel meer lessen te trekken. En die wijn. Wijn lest dorst. Wijn werd gebruikt tot genezing. Wijn verkwikt de reiziger. Wijn verheugt het hart. Ja, zegt artikel 35, ongeveer 2/3. Deze maaltijd is een geestelijke dis. Waarin Christus ons deel geeft aan zichzelf. Met al zijn schatten en gaven. Hij doet ons genieten van zichzelf. En van al de verdiensten van zijn lijden en sterven. Nou, als u zo vandaag gegeten en gedronken hebt in de kerk, dan kun je er toch ook weer tegenaan. Toch? En dan zijn we dus bij het derde punt van de preek. Ervoor, tijdens, erna. De week gaat beginnen. Is begonnen. Wat heeft u in de agenda staan? Is druk komende week? Nog even voortploeteren en dan vakantie? Vergeet dan niet dat u aan de tafel gezeten heeft. Dat u opgewekt bent en aangespoord, aangevuurd om met hartelijke liefde, die hartelijke liefde van de Heer binnen te laten komen, te beantwoorden, maar ook door te geven. Dat je de komende periode die kern van je geloof mag uitleven. Dat het een bron voor je is om uit te putten. Want ja, daar kom je op je werk. Ik snap best, ik zit in mijn domineesbubbel. Ik word betaald om bezig te zijn met Gods woord. Maar jij hebt misschien wel collega's die er niks mee hebben. Die zeggen, naar de kerk gaan, wat is dat nou? Een half uur luisteren naar een preek. Wat is dat? En dan samen zingen. Neem dit mee. Laat de nasmaak van deze maaltijd nou niet zomaar weggespoeld worden. Maar grijp hierop terug. En laat die anderen ook maar iets voelen van die liefde die je ontving en door mag geven. Ja, misschien ook wel die ander die je niet zo ligt. Die je niet zo past. Die wat onaardig tegen je is. Want ik heb geproefd dat ik zo'n grote zondaar ben. Onrechtvaardig. En als God dan zo genadig voor mij wil zijn, zou hij dan niet genadig willen zijn voor die ene persoon? Wij mogen gaan uitdelen, broeders en zusters. Zoals u het misschien ook wel eens doet. Dat je een review geeft. Hoeveel sterren wordt het? 1 uit 5? 2 uit 5? 3 uit 5? 5 uit 5 toch? Want de Heer Jezus was onze gastheer. Hij was het. En dat je zegt, dat is aan te bevelen. Waarom ben je er zo vol van? Ja, omdat de Heer Jezus zo goed voor me is. Ja, zeg je, ik vind dat toch wel eens lastig. Om zo te leven en om uit te delen. Ik voel me soms zo beschroomd. Soms is het dat ik me klein voel. Nou, zou u het dan niet mogen leren? Dat het iets is van de leerschool, dat je daarin mag groeien. Mag dat uw gebed dan niet zijn komende week? Dat je zegt, Heere, ik heb dit zo ontvangen van u en van mezelf ben ik het zo kwijt. Maar zou het dan zo mogen zijn dat ik het mag leren meer vasthouden. Dat ik komende week misschien heel concreet erbij stilsta. En eruit leef. En keuzes maak. Dat ik ruimte heb om er ja, meer door vanuit te leven. Zoals bijvoorbeeld Mozes het ook moest leren. Mozes was eerst een vurig man. Sloeg die Egyptenaar dood. Maar ja, als die eenmaal een paar jaar onderweg is. Met de schapen en later met het volk Israël. Hoe wordt hij dan genoemd? De meest zachtmoedige man op aarde. Blijkbaar was hij eerst vurig en stond hij op. Maar later is hij zachtmoedig.
Blijkbaar lukte het hem om de juiste dingen te relativeren en de juiste dingen ook serieus te nemen. Zou de Heere u dat niet willen leren? Dat de Heere ons wil leren om bijvoorbeeld onze aardse spullen te relativeren. Omdat het zo weinig voorstelt bij het hemelse. Dat de Heere ons wil leren om geld of onze geldzorgen te relativeren. Omdat die uiteindelijk allemaal, er blijft niks van over. Zou de Heere ons, nu we bij de kern gekomen zijn vandaag, ons niet willen helpen om te relativeren hoe we eruit zien? Make-up je hier, make-up je daar. Is het verkeerd? Mag het een stukje gerelativeerd worden? Uiterlijke schoonheid is niet alles. Het is veel belangrijker dat je leeft uit dat offer. Broeders en zusters, mogen wij zo leren? Zullen we misschien al voor de 100ste keer avondmaal vieren? Heeft u al veel mogen leren? En mag het vandaag weer een maaltijd zijn waarin u de Heere geëerd heeft en waarin u met dankbaarheid aan de gasten in huis gaat voor wat hij gaf? Want broeders en zusters, het avondmaal is een maaltijd voor onderweg. We zijn pelgrims. En de Heer Jezus die heeft gezegd, Matthäus 26 vers 29, we lazen het. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken. Tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Ja, zegt Paulus in 1 Korinthe 11, doe dat totdat hij komt. Broeders en zusters, wij mogen aan tafel als maaltijd voor onderweg, op weg naar het volmaakte feest. De maaltijd die alles zal overtreffen. De maaltijd, de werkelijkheid, die groter is dan we nu kunnen bedenken. Die groter is dan ik onder woorden kan brengen. Die boven onze gedachten uitstijgt. Het avondmaal wil ons laten beseffen. Het kleine slokje brood, het kleine stukje wijn. Het is volproeven wat we gedaan hebben. We zijn onderweg. Ja, wat gaat er dan allemaal gebeuren in de wereld? In de CGK? In onze persoonlijke levens? Broeders en zusters, mag ik u vanmiddag bemoedigen? En mag ik u ertoe aanzetten om elkaar te bemoedigen? Om hierbij te blijven? Hou moed, broeder. Ik weet dat u zwak bent. U heeft perspectief, broeder. U ziet het misschien niet. Maar het is in Christus. Broeder, zo zeker als u het geproefd heeft. Zuster, zo zeker als u genomen heeft. Heeft u een toekomst vol van hoop. Het leven kan soms zo overweldigend zijn. Maar kijk eens naar wat God geeft. Wat een machtige evangelie. En zou dat echt zijn? Nou ja, kijk maar naar de discipelen die bij de Heer Jezus aan tafel liggen. Petrus, je mag proeven. En eenmaal zul je het nieuwe mijn koninkrijk volmaakt drinken. Petrus die hem straks gaat verloochenen. Thomas, proef nu, want eenmaal zul je het volmaakt proeven. Thomas, die het maar moeilijk vindt om te geloven. Discipelen, proef nu, want je zult het eenmaal in volmaaktheid ervaren. Ja, maar straks lopen ze allemaal weg en snappen ze er niks van. Niemand van hen staat straks bij het graf. Heren, kom eruit, u heeft overwonnen. Eén ding wordt duidelijk bij het avondmaal. Uit u en door u en tot u zijn alle dingen. Er komt bij ons zo weinig van terecht. Maar één ding blijkt wel bij die discipelen. Dat die liefde van hem hun harten heeft geraakt en veranderd. En dat dragen ze uit. En door de kracht van de geest houden ze stand. Worden ze gevormd en mogen ze uitdelen. Ja, en dan kun je soms jezelf tegenvallen. Dan kan het soms lastig zijn. Maar dan mogen we ons ook weer voorbereiden. Want ja, misschien de volgende keer kom je moeder, arm en naakt. Maar kom weer tot die God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt. Die de zondaar leven doet. Die mij vandaag voeding gaf. Die mij dagelijks manna geeft. En ik zie uit naar de volgende keer. Hier, of misschien wel bij hem. Om de goedheid van onze gastheer te zien, te proeven, te ervaren.
En in al mijn eigen lek en gebrek eruit te leven. Wat een trouw. Wat een liefde. Wat een genade. De zegen van het heilig avondmaal. Ervoor, tijdens en daarna. Ja, tot slot. Genoeg bewegen, goede voeding. Help je om lichamelijk gezond te blijven. Genoeg bezig zijn met de Heere. Ja, het helpt je om geestelijk gezond te blijven. Maar zullen we dan ook van harte daarvan getuigen? Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Amen.
zullen we samen God danken en bidden. Dank u wel, Heere, dat u ons nodigde in uw huis. Dank u wel dat u tot ons spreekt door uw woord en geest. Dank u wel dat u de gastheer was aan de tafel. Dank u wel dat u ons het brood en de wijn schonk. We danken u met ieder die daarvan genomen heeft, voor wat u ons daarin schenkt. Dat we het misschien niet kunnen doorgronden en er met ons verstand niet bij kunnen. Maar dat zo zeker als we dat hebben ontvangen en geproefd, zo zeker bevestigt u ons uw hartelijke liefde en trouw. Dat we ook geestelijk gevoed zijn. En dan weet u, Heere, hoe we de maaltijd van vandaag hebben ontvangen. Misschien hebben we er alleen naar gekeken. Wees ons ook dan nabij. Zegen ons in onze levensweg. Geef dat we dicht bij u mogen leven. En met u de weg mogen gaan, opdat we ook een volgende keer aan de tafel mogen plaatsnemen. Heere, zegt u de kinderen en jongeren van de gemeente. Werk in hun hart. Geef dat ze er naartoe mogen groeien. Geef dat hun jeugd een voorbereidingstijd is. Om ook aan de tafel bij u te mogen zitten. Heer onze God, we bidden u voor een ieder die zo makkelijk op zichzelf ziet. En zoveel zwakheid in zichzelf opmerkt. Houd u vast, Heer. We bidden u voor een ieder die moet belijden dat die u alleen maar nodig heeft voor nabijheid en genezing en herstel voor hier en nu dus. Maar die vergeet waar het nu werkelijk om gaat. Dank u wel dat u onze ogen daarvoor opent. Dat u ons daarop wijst. Leer ons daar ook uit te leven. Dank u wel, Heere, voor wat u geeft in het avondmaal. U weet dat er veel menselijks bij is. En dat als mensen in die zin ook organiseren. We danken u wel voor wat u erin gegeven hebt. Hoe het in orde en rust mocht verlopen. Hoe het voorbereid mocht worden, maar hoe het zo ook op een goede manier een plek mocht krijgen in ons midden. We bidden u, Heere, gaat u met ons mee de komende week. Help ons om te getuigen van u. Geef dat we onze tong en onze lippen niet zullen bedwingen. Maar een goede review mogen geven van wat u ons geschonken hebt aan de tafel in uw huis. Heere, help ons als er zorgen zijn. Geef moed als we misschien iemand missen die eens ook hier aanwezig was in de kerk, maar die ons ontvallen is. Die al bij u is. En die scharen die niemand kan tellen. We bidden u, Heere, gaat u met ons mee onderweg. Help ons als pelgrims, als het soms strompelen is. Als het lichamelijk of psychisch soms best ingewikkeld is. Als de Satan rondgaat als een brullende leeuw. Houdt u ons vast, Heere. En geef dat we als gemeente, als broeders en zusters, ook in breder verband, elkaar mogen opscherpen, mogen bevragen en bemoedigen. Dat we vasthouden en volhouden. Dat niemand van ons zou moeten schrikken als we eenmaal voor u verschijnen. Maar dat wij allen eenmaal daar zullen zijn. En mogen genieten van uw goedheid. En dan verlost, Heere, van ons aardse bestaan. We bidden u, gaat u zo met ons mee. Neem het verkeerde van onze kant weg. En leid ons, opdat anderen onze goede werken zien. Onze woorden horen, om daarin ook uw naam te eren, te loven en te prijzen. Grote God, wij loven u, om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst van de Heere. En daarna zingen we zo mogelijk staande onze slotzang, Psalm 132, het 10e vers.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.